Leuk dat je weer luistert naar de podcast van de Hyperventilatiecoach. Vandaag wil ik het met je hebben waarom je blijft twijfelen. Want waarom blijf je twijfelen, ook al heeft de dokter je al 10 keer gezegd dat je niks mankeert? En al heb je bijvoorbeeld al verschillende onderzoeken gehad waar niks uitkomt, behalve dat het door de hyperventilatie of door stress komt. En toch blijf je twijfelen, toch blijft er zo'n hardnekkig stemmetje achter in je hoofd zeggen, ja, maar wat als? Wat als de dokter wat over het hoofd heeft gezien? Of misschien zelfs, wat als de dokter de uitslag van mij heeft verwisseld met een ander? Dat ze toch mis hebben. En dat die twijfels, die zijn vaak heel hardnekkig. En de een zal steeds naar de dokter gaan en de ander zal gewoon al niet meer naar de dokter durven. Durven uit angst voor de eigenlijke doodsvonnis te horen of gewoon om niet als zeur bestempeld te worden. Dus twijfelen. Heel vaak zal je het gevoel hebben dat het elke keer dat je de klachten hebt bijvoorbeeld toch weer net even anders voelt. En ook dat, hè, dat blijft er ook voor zorgen dat je blijft twijfelen. Maar laat ik eerst uitleggen wat de functie van twijfel is over je gezondheid. Ons lichaam en brein wil er alles aan doen dat jij overleeft en zo oud mogelijk wordt. En ze willen je veilig houden. Dus als jij wat voelt, dan gaan de alarmbellen af. En gelukkig, hè, want als jouw alarmsysteem helemaal niet zou werken, dan is dat ook niet goed. Want alleen door de stress en de hyperventilatie is jouw alarmsysteem gewoon overactief. Dus bij elk pijntje, tinteling of ongemak gaan meteen alle bellen en zelfs de sirenes af. Dus eigenlijk is het gewoon heel erg goed dat je twijfelt. Want als we niet zouden twijfelen, dan zou je met bepaalde klachten nooit naar de dokter gaan, waardoor het misschien al te laat is. Dus dat twijfelen is gewoon iets heel erg goeds. Dus eigenlijk zou je daar een beetje blij mee mogen zijn. Alleen, het feit dat je nu ook naar me luistert, is de kans natuurlijk heel groot dat jij gewoon te veel blijft twijfelen. En ook al heb je die bevestiging gehad van de dokter, dat je niks mankeert, dat je klacht komt door de stress of door de hyperventilatie. En toch blijf je twijfelen. En dat kost gewoon ontzettend veel energie. Ja, want dat twijfelen is gewoon heel erg vervelend. En dat komt ook doordat als wij iets vaak gebruiken, dan wordt dat sterker. Dus hoe vaker jij twijfelt, hoe beter je daarin wordt. En daarbij komt ook nog bij dat dat alarmsysteem, wat je dus veilig wil houden, dus die sirenes en bellen die steeds afgaan, die ga je steeds harder horen. En je bent dus eigenlijk super getraind geraakt om dat lichamelijk ongemak in die pijntjes te registreren. En dus stel nou dat jij naar de sportschool gaat elke dag en je traint alleen je rechterarm. En je linkerarm doe je helemaal niks mee. En elke dag ga je aan de gewichten hangen met je rechterarm. En die rechterarm wordt dus steeds sterker en sterker en sterker. En die linkerarm, ja, die wordt eigenlijk zwakker zelfs, omdat je die niet gebruikt. En zo is het dus ook met alles wat wij in ons brein heel veel gebruiken. En in dit geval noem ik dat dan de twijfelspier. En die ben je zoveel gaan gebruiken dat die heel erg sterk is geworden en heel dominant. In die linkerkant, dus die linkerarm die je dan niet traint, dat is dus eigenlijk je geruststelspier. En dat deel van je brein die zegt, nou ja, dat pijntje, dat komt gewoon omdat je verkeerd hebt gezeten. Of dat komt gewoon daardoor. En die is dan gewoon verzwakt. En zo mag je dat eigenlijk een beetje zien. Hè? Doordat je het zoveel bent gaan twijfelen, word je daar steeds beter in. En daarbij, wat ook meespeelt, is dat je het eigenlijk lichamelijke pijn en ongemak vergeet. En dat is ook iets heel moois van ons lichaam. Want negatieve ervaringen die worden afgezwakt in ons bewuste waarneming. En dat betekent dat we vergeten hoeveel pijn iets deed, of hoe ongemakkelijk het was toen we ergens last van hadden. En ook dit is een beschermingsmechanisme. Maar dat versterkt natuurlijk ook juist die twijfels. Want die ene keer dat je last hebt, lijkt het toch echt weer wat anders. Of doet het toch meer pijn, denk je dan? Ja, dat weet je, vrouwen die ooit bevallen zijn, en die op het moment dat ze, en dan zeggen ze, nou, nooit meer, zo verschrikkelijk, zoveel pijn. En na een tijdje, ja, dan ben je dat eigenlijk een beetje vergeten. Net als er ooit een kies getrokken is in uit je mond, hè, dan weet je dat op dat moment is het gewoon verschrikkelijk gevoelig daarna.
Maar na een tijdje ben je dat gelukkig alweer vergeten. En dat is gewoon heel fijn dat ons brein zo werkt. Maar wat ook komt, als wij langere tijd stress ervaren, dan krijgen we die onbalans in ons lichaam, hè, door de hyperventilatie en de stresshormonen. Op het moment dat wij hyperventileren, dan adem je te veel ten opzichte van wat je verbruikt en ontstaat er een onbalans in je lichaam. En die onbalans die zorgt dus voor allemaal lichamelijke klachten. Dus de spierpijn, de tintelingen, de maag-darmklachten, hoofdpijn, duizelingen. Hè. Maar ook het verkeerd gaan nadenken, verkeerd tussen aanhalingstekens. Hè. Dus de angstige gedachten en het negatieve denken, daar word je ook, dat wordt ook versterkt. Dus je wordt daar ook gevoeliger voor. En juist die gedachten, die twijfels, die geven je natuurlijk weer stress. Dus zo kom je in een vicieuze cirkel. En die gedachten van, oh, ik heb een pijntje, die geeft dan weer stress. Door die stress word je eigenlijk weer gevoeliger voor en pijntjes, maar ook voor die negatieve, angstige gedachten. En zo is dat cirkeltje natuurlijk rond. Maar wat kan je er dus eigenlijk aan doen? En dat is bijvoorbeeld zorgen dat die geruststelspier, hè, waar ik het straks over had, dat die sterker wordt dan je twijfelspier. En daar kan je zelf in trainen. En dus stel jezelf steeds gerust. Bijvoorbeeld zeg 100 keer per uur, hè, tegen jezelf dat je gezond bent en dat je niks mankeert. En in plaats dat je dus zegt, oh, zie je nou wel, ik mankeer wel wat, ga je zeggen, nee, je mankeert me niks, ik ben gezond. En komen je klachten dan weer opzetten, dan spreek je jezelf weer toe dat er niks aan de hand is. Hè? Dus zo probeer je eigenlijk die cirkel te doorbreken met je gedachten. En wat je ook bijvoorbeeld kan doen, is aan je behandelaar een briefje vragen met de uitleg van je klachten. En dat als extra ondersteuning kan je dat dan lezen als je twijfelt. Hè? Dus de uitslag van bijvoorbeeld een onderzoek wat je hebt gehad, print dat uit. Of vraag bijvoorbeeld aan je dokter, hè, of aan je therapeut dat die het eventjes in normale mensentaal opschrijft. En hang dat in je zicht of stop dat in je portemonnee of in je tas. Dat elke keer als je twijfelt dat je dat erbij kan pakken en je kan zien, zie je, mijn klacht komt hier en hier door. En wat ook bijvoorbeeld is dat je als je bijvoorbeeld heel veel spierspanningen hebt, en probeer dan bijvoorbeeld voor jezelf dat verband te leggen met die spierspanning, of bijvoorbeeld de verkeerde houding, met de pijn die je hebt. Heb je bijvoorbeeld veel last van je borstkas, dat je dan gaat proberen dat patroon te doorbreken door de oorzaak voor jezelf te gaan herkennen en dan dat verband te gaan leggen. Maar ik heb heel erg in elkaar gezeten. En vandaag, omdat ik heel gespannen was, en daarom heb ik nu wat meer druk op mijn borstkas bijvoorbeeld. Ja, dus het is belangrijk. Leuk dat je weer luistert naar de podcast van de Hyperventilatiecoach. Vandaag wil ik het met je hebben waarom je blijft twijfelen. Want waarom blijf je twijfelen, ook al heeft de dokter je al 10 keer gezegd dat je niks mankeert? En al heb je bijvoorbeeld al verschillende onderzoeken gehad waar niks uitkomt, behalve dat het door de hyperventilatie of door stress komt. En toch blijf je twijfelen, toch blijft er zo'n hardnekkig stemmetje achter in je hoofd zeggen, ja, maar wat als? Wat als de dokter wat over het hoofd heeft gezien? Of misschien zelfs, wat als de dokter de uitslag van mij heeft verwisseld met een ander? Dat ze het toch mis hebben. En dat die twijfels, die zijn vaak heel hardnekkig. En de ene zal steeds naar de dokter gaan en de ander zal gewoon al niet meer naar de dokter durven. Durven uit angst voor de eigenlijke doodsvonnis te horen of gewoon om niet als zeur bestempeld te worden. Dus twijfelen. Heel vaak zal je het gevoel hebben dat het elke keer dat je de klachten hebt bijvoorbeeld toch weer net even anders voelt. En ook dat, hè, dat blijft er ook voor zorgen dat je blijft twijfelen. Maar laat ik eerst uitleggen wat de functie van twijfel is over je gezondheid. Ons lichaam en brein wil er alles aan doen dat jij overleeft en zo oud mogelijk wordt. En ze willen je veilig houden. Dus als jij wat voelt, dan gaan de alarmbellen af. En gelukkig.